Naast de gewone dienstverlening die wij altijd hebben, hebben we op het moment een boekverkoop. Dat doen we 2 keer per jaar, een grote boekverkoop. En dat kunnen jullie ook zien, dat er al onze afgeschreven boeken, die worden daar verkocht. 10% van onze collectie schrijven we af, zodat we ook weer 10% nieuw kunnen kopen. En dan kijken we altijd, gemiddeld is een boek 10 jaar oud. Maar soms gaan boeken er eerder uit omdat ze kapot gelezen zijn. Of omdat ze verouderd taalgebruik hebben. Of omdat de informatie achterhaald is. Dus het is eigenlijk is het van alles. Soms zijn het ook boeken die nauwelijks gelezen zijn. Omdat er toch te weinig belangstelling voor bleek. En dan heb je natuurlijk een heel mooi boek te pakken. Heel mooi, gaaf boek nog. Dus het is een doorsnede van alles. Romans, informatief, jeugd, volwassenen. En wat voor soort mensen erop afkomen? Eigenlijk komt iedereen erop af. Iedereen die graag boeken leest. Je hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om hier de boeken te kunnen kopen. Wij vinden het namelijk heel jammer als ze dan toch op bij het oud papier terechtkomen. Waar wij voorzichtig mee zijn is om bijvoorbeeld als een leerkracht komt voor scholen en die zegt dan van ja, ik wil graag goedkoop kinderboeken voor mijn bibliotheek. Dan zeggen we, nou dat doen we liever niet. Want er is wel een reden dat we ze afschrijven. En inderdaad, kinderboeken zijn vaak veel gebruikt, versleten, zien er niet meer zo goed uit. Of ze zijn gewoon verouderd en dan wil je ze ook niet in de schoolbibliotheek hebben. Maar verder kan iedereen een boeken kopen. En je zal het misschien zo meteen zien, maar er gaan echt mensen met stapels boeken naar buiten. Na een periode van tegenslag is de zaak weer gaan lopen. Ja, dat is de afgelopen jaren is het even wat minder geweest. En wij snapten eigenlijk niet zo goed waarom, want we doen dit al... Nou, zolang ik weet dat deze bibliotheek er is, in ieder geval zolang ik er werk, doen we dit al. En het liep altijd heel erg goed en het heeft na corona even niet gelopen. En deze keer loopt het weer heel erg goed. Dus dat is heel fijn. En je kan dus boeken voor een prikkie kopen. Hè. Dus volgens mij, even kijken hoor, het is 1 euro per boek of 3 boeken voor 2 euro. Nou, daar willen mensen nog wel wat extra voor uitzoeken.